Lachend aan tafel. Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk, waarom willen Lilianne Ploemen en Jesse Klaver zo graag met Rutte regeren? En waarom willen ze dat samen doen? We beginnen bij het samen. Want in januari was er een congres van de Partij van de Arbeid. En ik moet zeggen, voor de zoveelste keer werd er een motie ingediend door de leden. Werk nou meer samen met GroenLinks. En er waren, ik geloof wel, 5 opdrachten. En een van die opdrachten was, zorg ook dat er een strategie komt voor na de verkiezingen. En ik heb zelf steeds gezegd, mochten wij aanschuiven, daar zullen we het zo nog even over hebben, mochten wij aanschuiven, dan wil ik dat eigenlijk altijd alleen maar doen met een andere linkse partij. En dus die wens voor linkse samenwerking. Ik vond een krantenberichtje terug toen ik aftrad als partijvoorzitter met de kop, het is Ploemen niet gelukt om een brede linkse samenwerking te maken. Ja. Nou ja, fijn. Met een beetje vertraging is dat wel gelukt. Ja. Ja. En wel jammer dat het dan natuurlijk in de media komt, niet door uzelf, door u beiden. Hè? Mooi op een podium om dat te zeggen, maar dat dat dan gelekt wordt vanuit rechts. Dacht u van, dat is ons momentum en dat is ons nu afgepakt, Jesse Klaver? Nou, weet je, wat het bijzondere is, denk ik, aan onze samenwerking, dat is dat er wordt al heel lang gesproken over linkse samenwerking. Veel kopjes koffie op. En er zijn heel veel kopjes koffie gedronken. Alleen er is een groot vertrouwen ontstaan tussen onze fracties en zeker ook tussen ons, wat ons het vertrouwen om deze stap te zetten. En het is belangrijk om stil te staan bij waarom we dat willen doen. Een paar weken geleden zat ik hier aan tafel, toen ging het over het IPCC-rapport, hè, het grote VN-rapport over klimaatverandering. Je hebt nog 10 jaar om klimaatverandering aan te pakken. Ja, ik ben er echt van overtuigd dat dat aanpakken van klimaatverandering of al die andere grote uitdagingen waar we voor staan, tekort op de woningmarkt, als het gaat hoe we met cultuur in Nederland omgaan, dat je dat beter kan doen als je samen sterk staat in plaats van verdeeld. En dat hebben wij eigenlijk altijd gezegd. Ik vond, jullie zeiden, nou, het kwam wel heel onverwacht. Ik heb hier ook wel eens aan tafel gezeten toen het ging over een poster waar onder andere Lilianne Ploemen op stond. Dus toen hadden de mensen het al kunnen weten. We wilden dit al heel lang. Maar dan lijkt en het is nu wel in een stroom. Ja. Het is nu in een stroomversnelling gekomen. En dit is inderdaad een grote stap die we zetten. En dan zijn we heel. Ja, maar als je dan al zo lang bezig bent, dan lijkt het me dus zuur als het niet door jezelf wordt gepresenteerd, maar lekt op een andere manier, waardoor het lijkt alsof je door het hoepeltje van Rutte springen. Weet je, een goed plan laat je niet bederven door zo'n lekje. Weet je, het is. We hebben ook na de verkiezingen gezegd, wij trekken samen op. En dus ga je ook met elkaar praten. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Hè? Maar ook, waarom zou je dat willen? Ja. Want waarom zou je willen praten? Waarom zou je aan een onderhandelingstafel willen zitten? We doen dat samen. Ja. Er is nog geen tafel, hè, want we zijn allemaal weigerpolitici. Ja. Maar kijk, dat willen we omdat we niet weer 4 jaar stilstand willen. Ja.